Oké, goedenavond. Welkom bij de reading van de Divine Masculine. Dus wat we vandaag gaan doen is de reading voor de man. Hoe hij deze week van de 27e tot november tot 3 december zal voelen. Over het algemeen de energie is. Ik ga eerst eens kijken wat zijn huidige energie is. Huidige energie is de kaart van triomf. Vooruitgang, overwinning. Hij heeft zijn overwinning behaald en hij weet dat hij in aantocht is en dat zijn Divine Feminine in aantocht is en dat hij daar een overwinning op wil behalen. Het kan ook zijn dat hij een overwinning behaald heeft op zichzelf, over zichzelf. Of een situatie op werk, dat er een victorious iets is en hij wil iets vieren, maar daardoor heeft hij encouragement nodig en die heeft hij ontvangen en daardoor gaat hij een stap verder. Hij gaat vooruit om zijn energie verder te manifesteren en zijn overwinning te vieren. Dus dat is eigenlijk de overal energie die er is voor hem. Wat hij voelt. Hij voelt dat hij de juiste keuze moet gaan maken. Er zijn zoveel opties en er zijn zoveel dingen in zijn leven. Waaruit hij kan kiezen of dit nou uit een vrouw is, of een baan, of een andere situatie. Als ik ga kijken naar een liefdessituatie, dan heeft hij te veel opties om zich heen, te veel dames waaruit hij kan kiezen en niet weet of hij de juiste kiest. Zit meer in zijn hoofd dan dat hij in zijn gevoel zit. En er wordt nu gevraagd, ga naar je gevoel toe en laat je gevoel een keuze maken. Je gevoel zal je nooit in de steek laten. Je gevoel weet precies bij wie jij past en bij wie je niet past. Het is voor mannen is dat nog niet zo eens gemakkelijk. Want mannen voelen of het de ware is of niet. Vrouwen kunnen zich heel erg snel aanpassen aan een man en die kunnen met iedere man zouden ze wel door een bocht kunnen en een bestaan op kunnen bouwen. Omdat veel uit vrouwen werken vanuit een bepaalde zekerheid die ze in hun leven willen. Geldt niet voor alle vrouwen hoor. Dat geldt voor de awakened, vrouwen die echt wakker zijn. Die voelen echt wel van met welke man ze een relatie aangaan. Maar deze man heeft gewoon heel veel keuzes, veel opties. Het is een vrije spirit. Hij weet vaak niet waar hij naartoe moet. Zijn energie is een beetje all over the place. Dan met die praten, dan met die praten. Oh, maar dat is leuk. Oh, maar dat is ook leuk. Maar veelal draait het om de aandacht en hij moet echt gaan voelen welke kant hij op wil. Want er zijn te veel keuzes die hem allerlei richtingen optrekken. En hij moet uit het hoofd naar het hart en zijn gevoel in. En zijn gevoel zal de juiste kompas aangeven bij wie hij thuis hoort. Het lijkt wel of het opties zijn die zo makkelijk is. Het lijkt wel of de opties voor het rapen liggen. En ik krijg ook echt door. De vrouwen werpen zich aan zijn voeten. En dat maakt het voor hem alleen maar moeilijker. En in plaats in de hoofd te zitten en in de lust. Moet hij echt teruggaan naar zijn gevoel. En wat hij denkt is, ja, ik moet een stabiel huis, een stabiele basis hebben voordat ik überhaupt aan een relatie begin. Ik moet een vrouw iets te bieden hebben. Ik moet een vrouw een huis te bieden hebben. Voordat
anders is de mogelijkheid dat ze me niet accepteert. Nou, dat is natuurlijk niet altijd, altijd waar. Maar de man heeft een basis nodig. Een man moet een basis kunnen geven aan een vrouw. En zolang dat er niet is, en zolang die basis er niet is, zal hij niet zo snel overgaan tot een vaste relatie of een stabiel huisgezin. Hè, het hoeft niet eens een stabiel huis te zijn of een stabiel gezin te zijn. Het kan zijn dat er meerdere mensen in het gezin zijn, waardoor hij een stabiele foundation wil geven, stabiele zekerheid, een fundering wil geven. En dat er anders gewoon niet is. Wat ik ook zie is, hij wil dingen bereiken. Hij wil eerst dingen bereiken voor zichzelf. Hij wil zijn geld wil die beheren. Hij wil stabiel, dat moet stabiel zijn. Allerlei dingen moeten stabiel zijn. Wil hij tot verdere actie overgaan om iets met een vrouw op te bouwen. Want als die fundering er niet is, dan kan hij niet iets bieden. En daar is hij mee aan de slag. Dat gaat hij bewerkstelligen. Dat wil hij ook bewerkstelligen voor zijn Divine Feminine. Wat support hem? Zij support hem. Zijn Divine Feminine support hem. Zij is degene die het vuur in zijn hart laat branden en haar licht en haar hart aan hem geeft en haar licht en energie aan hem geeft. Dat is hetgene waarvoor hij verder wil gaan. En de passie is al ontstoken. Dat is zijn support. Er is al een vlammetje wat bij hem brandt. Zij heeft al iets doen oplichten bij hem. Een passie en een diep verlangen waar hij zeker iets mee wil gaan doen. Hij weet, als we terugkijken naar de Divine Masculine en Feminine, de Twin Reading, dan is hij al bezig om, hij weet wie zijn Divine Feminine is. En die passie heeft zij al ontstoken bij hem. Het is nu voor hem, wat is het beste? Ja, wat gaat hij doen? En wat ik zie uit de andere kaarten, ja, hij wil een overwinning behalen over haar. Er zijn meer kapers op de kust, wat moet hij kiezen? En wil een stevige basis hebben en een fundering voor haar bouwen. Maar dan, en die support die krijgt hij van haar, omdat zij hem in de vorige reading, in de twin reading, geeft zij hem ruimte en ze geeft hem vrijheid en ze geven hem geduld. Maar hij moet heel goed uitkijken dat hij niet de verkeerde kiest, zodat zij echt de Divine Feminine, de vrouw waarvan hij weet die in zijn leven behoort, niet verder gaat. Wat is zijn challenge? Zijn challenge is hij suffering in silence. Dus hij zit eigenlijk in verdriet en en dat verwerkt hij alleen. Hij gaat door een stuk verdriet heen. Wat ik al zei in de Twin Flame reading ook. De mannen ze hebben een relatie beëindigd of degene waarvan ze hielden is bij hun weggegaan. Doordat ze een misstap hebben gemaakt. En daar nu dieper op terugkijken en daarin hun verdriet hebben. En het alleen lijden, het lijden in stilte, hun alleen maar erger maakt. Omdat ze zien dat de Divine Feminine verder gaat. En dat ze daarin blijven hangen. En dan trek ik daarbij de third eye chakra.
dat ze hier naar moeten gaan kijken en naar binnen moeten keren in dit stuk. En met andere ogen moeten gaan kijken. In andere, met andere hun angsten en hun verdriet. En wat ze hebben gedaan, daar verder in te kijken. Zodat ze weten welke keuze ze maken. En dat ze verantwoordelijk zijn voor elke keuze die ze maken. En niet naar de ander wijzen. En dat stuk erkennen en er naar kijken. En dan pas kan het verwerkt worden. Als je niet investeert, dan krijg je hetzelfde terug van je Divine Feminine. Want die Divine Feminine die zegt, ik ben je spiegel. En kijk naar mij met andere ogen. Kijk met mij, kijk naar mij en kijk naar jezelf. Wat je bij mij ziet, zit ook bij jou. Dus jij bent mijn spiegel. Ga met andere ogen kijken naar je verdriet. Zij heeft dat verdriet ervaren. Zij heeft dat gevoeld. Jij voelt dit nu. Jij zit in diezelfde stukken. Dus zij is degene die je kan helpen. Dat zag je bij de Divine Feminine. Stel je open en laat je helpen en helen door haar. Hè? En wees niet eigenwijs daarin. Ja, zij kan veel voor je betekenen. Zij kan die heling geven. Net als dat de Divine Feminine geheeld moet worden door de Divine Man, is de Divine Man die geheeld moet worden door de vrouw. En vice versa. En kijk ernaar met andere ogen. Kijk ernaar van binnenuit. Hè? Kijk er met een ander oog naar. Een ander standpunt. Of ga uit de suffering en ga naar de derde persoon en kijk wat je dan vanuit de derde persoon kan zien. En dat is de uitdaging voor de Divine Masculine at the moment. Hoe zij hem ziet. Hoe hij haar ziet. Sorry. Hoe hij haar ziet. Love begins. Hij weet dat die liefde gaat stromen en hij ziet haar. En hij ziet haar liefde in haar hart. En dat zij deze liefde onvoorwaardelijk geeft. Of dit nu aan moeder aarde is, of nou aan de mensheid, of aan all beings en animals die er rondlopen op de wereld. Ik krijg ineens een lied door van Jennifer Barazan. En dat heet Love to All Beings. En geef die liefde dan ook naar alle mensen om je heen. Naar all beings. En all is being. Als je één bent met jezelf. Als je één bent met die liefde. Ben je al één. Ben je heel. En kan je ook aan all beings en all being zijn. En all beings geven. Dus ja, het is een beetje kritisch, maar heal the world en begin bij jezelf. En daar begint de liefde stroomt vanuit het universum in het water, diep in die emoties. Daar moet je in duiken en die liefde gaan voelen voor jezelf, maar ook voor de Divine Feminine. Ik heb ook het gevoel dat sommige mannen nog echt heel erg struggelen met zelfliefde. Omdat ze in dat verdrietstuk nog zitten van, ja, dat ze eigenlijk iets zijn kwijtgeraakt. Wat hun eerste echte liefde was. Wat heel diep zit. Wat eigenlijk niet, waar je niet zomaar overheen kan stappen. En ze zien de kracht en de moed van de vrouw. En dan begint die liefde weer te stromen voor dat persoon. En daar is helemaal niets mis mee. Maar stap dan uit je eigen, of ga aan het werk met je eigen verdriet en eigen lijden. En zie het in een derde persoon. En zij en hij ziet haar als liefde die opnieuw gaat beginnen.
Ja, en hoe ziet zij, en hij ziet haar, ja, en zij ziet hem, hier de twin flame card, zij ziet hem echt als haar twin flame. Hij ziet haar als liefde begint en zij ziet hem als de divine partner. Liefde in harmonie, er kan samen iets groeien. Hereniging, de liefde is nooit weg geweest, die blijft. Liefde is onvoorwaardelijk. En dat weet de Divine Feminine zo goed. De Divine Feminine staat onvoorwaardelijk in haar liefde, maar geeft ook daarin heel duidelijk haar grenzen aan. En zo ziet zij hem. Weet je, jij bent mijn divine partner en ja, met jou wil ik verder. En sta jij je toe? Dat is aan jou. En dan komt het hart. Het hart zegt: neem de lead. Stap uit de schaduw. Stap uit je schaduw. Stap uit je angst. Stap uit het verdriet. En als dit is wat jij werkelijk wil, neem die stap. Zij wacht. Wat jij verwacht van die relatie, communiceer dat. Communiceer dat je haar lief hebt. Communiceer dat je wacht, dat je geduld hebt. En dat je wel haar de ruimte geeft. Ik zie haar niet zo snel weglopen. Ik zie haar eerder reageren op je verzoek om je te helen. Ik zie ook de zon hier achter je staan, dat je niet bang hoeft te zijn voor afwijzing. Zij communiceert naar jou toe dat de tijd rijp is en dat er een nieuw begin mogelijk is. Maar je zal wel geduld moeten hebben, want ik zie ook hier die liefde, die zit diep. Maar ze wil de liefde niet laten regeren door alleen maar de sacraal-sacra, door de lust. Zij wil die hereniging wil ze heel graag, maar dan wil ze wel wat ze wel van de Divine Masculine vraagt, is heel je wonden, heel je trauma's, heel je angsten. En zolang dat niet gebeurt, dan is deze hereniging gewoon niet mogelijk. Zij neemt met minder geen genoegen meer. Anders kom je continu dezelfde stukken tegen. En continu loopt zij tegen jouw schaduw aan hier. En tegen de autoriteit aan en dominantie. En dat is iets wat zij gewoon niet meer wil. De criticus van het ego, die mag totaal verdwijnen. Zie haar met liefde en kom uit je hart naar haar toe. En dan pas is die hereniging en de intimiteit en seksualiteit mogelijk. Maar eerst het verwerken van de schaduw. En stap eruit, ga er iets mee doen. En is het zo dat je dit niet kunt, of dat je hier geen support bij hebt? Weet je, kom naar de praktijk, ik kan je helpen met angst- en traumaverwerking. Ik kan je transmissies geven waardoor je karma gekleerd wordt, waardoor alle blokkades opgeheven worden. En het is zo mooi om door een vrouw geheeld te worden. Mannen die vaak support met elkaar zoeken, die willen. Er zijn een aantal mannen die wakker zijn, die wel support kunnen vinden bij de mannen en daarover kunnen praten in al hun kwetsbaarheid. Maar om het bij een vrouw te zoeken als heling die je daarbij kan helpen, behelp je ook het hele collectief. Hè? Mannen zien het vaak vanuit een mannelijk standpunt.
En vrouwen zien het vaak uit een ander standpunt. En als je beide kanten heelt, hè, het mannelijke, het kind in jezelf, maar ook de vrouwelijke kant in jezelf, die ook vaak beschadigd is door de conditionering van moeder, voorouders of vader of voorouders. Als je dat van een andere visie hoort en ziet, dan kan de man gewoon zo geheeld worden door de vrouw. Dus blijf niet zitten met je pijn, met je verdriet, met schuldgevoelens, met angsten, met conditioneringen. Mocht je hulp nodig hebben, mijn adres staat hieronder. Je kan altijd contact opnemen. Je kan in de praktijk terecht. We kunnen Skype-sessies doen. Wat er maar mogelijk is. Om die hereniging met je twin zo goed mogelijk te laten verlopen. Met je Divine Feminine. Weet je? En jij bent degene die de leiding moet nemen. Jij bent die king. Jij bent de man. Jij bent degene die vrouw moet veroveren. En zij zal geen eerste stap nemen. Zij zal zich niet als een optie gedragen. Zij is geen optie. Zij is de Divine Feminine. Dus zij zal zich nooit en ten nimmer aanbieden. Dus als jij deze vrouw wil hebben, dan zal jij die lead moeten nemen. Dan zal jij moeite voor haar moeten doen. Ik ga verder eens kijken met de engelenkaart, de hartchakra. De vraag die je zoekt is in je hart. Zet hem open voor geven en ontvangen van liefde. Zo, wat ik net zei, aartsengel Michael komt naar je toe om die hartchakra open te zetten. Rafael die zal bij je zijn om je te helen, om je hart te helen. Dus zet je hartchakra open. Laat geheeld worden. En dat gaat deze week gebeuren. Neem contact op. Laat je hartchakra helen door een vrouw. Die het van een andere visie ziet. Laat je helen door het vrouwelijke aspect. Zodat je... Ja, als je hartchakra open staat, is er alles mogelijk. Fate. Heb hoop. Hoop hebben. Gewoon kalm blijven. En heb hoop in de goedheid van het vrouwelijke aspect. Vertrouwen. En alle deuren gaan open. Communiceer naar de vrouwen. Wat heb je nodig? Wat wil je van haar? Zonder vragen en krijg je ook geen antwoorden. En dan kan je wel in je hoofd gaan zitten en mijmelen en denken van... Oh jee, en als ik dit doe en dat doe. Nee, vraag het aan haar. Ga over die angst heen van afwijzing. Zij kan je helpen. Dus hulp is onderweg en blijf hoop houden, ook al heeft het tijd nodig. Communiceer dat je tijd nodig hebt. Zij staat er voor open en zij wacht. Als jij haar Divine Masculine bent, dan wacht zij. Ja? De Lenormand kaart. Jij hebt de sleutel van je kooi. Jij hebt de sleutel tot vrijheid. In die kooi daar ligt een hart en je hebt je hart bevrijd. Die kan je bevrijden, dat doe je zelf. Sluit jezelf niet op in een kooi en gooi de sleutel weg. Nee, zet die kooi wagenwijd open en laat het hart spreken. Dat is je vrijheid die je nodig hebt om naar je Divine Feminine te komen deze week. Communiceer. Wat ik zie, reizen. Reizen. Zet het hart open en ga op reis.
Ga op reis, of het nu een innerlijke reis is of een reis naar haar toe. Daar zie ik geld. Je hebt geld nodig om die reis te maken. Je hebt geld nodig en geld komt naar je toe. Maar ga reizen, ga op zoek. Zet dat hart open. Ga over die oceaan heen. Ga kost wat het kost. Om je horizon te verbreden. Dus ga desnoods de bergen in. Hè? Kom tot rust en ga de bergen in. Het is luchtdromen. Weet je wel? Ga die dromen achterna. Maak ze waar. En maak je geen zorgen over geld. Weet je, als je investeert, krijg je terug. Universum kent geen lek. Universum kent alleen abundance. Dus zet dat hart open. Bevrijd jezelf uit die kooi. Ga je dromen achterna. Ga op reis. En dat geld, dat komt wel. Dat manifesteert zich wel. Hè, dat komt ook naar je toe. Wat je investeert, krijg je terug. Met alles. Met energie. Geld is energie. Als je daarnaar kijkt in energie, dan komt dat naar je toe. Dus ga niet in lek zitten. Ga niet in tekorten zitten. Maar denk in overvloed. Denk positief. En weet dat jouw Divine Feminine jou daarbij kan helpen. Nou, ik sluit af voor deze sessie van deze week. Ik wens alle Divine Feminine en Masculine een hele goede week. En mocht er hulp nodig zijn, je weet waar je me kan vinden via de YouTube kanaal of via www.shoshona.nl. Vul het contactformulier in en als je me wil bereiken voor een afspraak, alles is mogelijk. Dus ik wens jullie een hele goede week en blessed be and keep the faith.